Helm? Check. Gereedschap? Check. Mayonaise? Check. Kan ik lunch maken? Nou en of. Wendy en Leo zijn behoorlijke geluksvogels vandaag. Ze krijgen van mij verrassingsboterhammen met sardientjes à la Bob. Goedemorgen, team. Goedemorgen, Bob. Aan de slag. Vandaag maken we het werk af aan het gloednieuwe ronddraaiende restaurant van chef Appel. De Vliegende Sauspan. Woehoe! Super vet. Het lijkt wel een ruimteschip. Dat is het hele idee, Scoop. Goed, ik maak de keuken, terwijl Leo, Muk, Scoop en Lifty deze ingang afmaken. Er komt een loopplank en maansteden alsof we op een andere planeet zijn. Yay! En ik leg de bedrading van de vloer aan, zodat die ronddraait zoals bij een carousel. Zo hebben de gasten tijdens het eten steeds een ander uitzicht. Klinkt dat niet gaaf? Ja! En voor jullie twee heb ik een extra speciale tractatie. Ik heb als lunch mijn specialiteit gemaakt. Boterhammen met sardientjes. Yay! Ik wist wel dat jullie er blij mee zouden zijn. Hallo, chef Appel. Och, daar heb je mijn favoriete bouwmaatjes, Dien. Kunnen we je een handje helpen? Graag. Dit zijn ingrediënten voor het openingsbanket vandaag. Ik maak mijn specialiteit romige aubergine fettuccini en gegrilde gehaktpannen met een vleugje rozemarijn. Kijk, dat klinkt echt zalig. Maar niet zo zalig als mijn boterhammen met sardientjes, hè? Goed, team. Kunnen wij het maken? Nou en of! De ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen doet mee, high five, iedereen gaat mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 een team, 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 team. Iedereen doet mee, high five. Goed gewerkt, jongens. Het lijkt echt op een plek waar een alien zich thuis zou voelen. Wat is een alien? Iedereen weet toch wat een alien is? Het is een... Leo, wat is een alien? Aliens zijn kleine groene mannetjes. Bezoekers van een ver afgelegen planeet. Dus net als toeristen? Op vakantie. Hoe zien ze eruit? Nou, ik denk dat ze een groene huid hebben, 3 ogen en 4 benen. En als ontbijt eten ze graag... Lunch! Ik ben zo terug. Geen gekke dingen doen jullie drie. Deze lift gaat zo opstijgen. 3, 2, 1... Die kleine groene mannetjes lijken me aardige wezentjes. Ik zou er graag een ontmoeten. Kijk, groene voetafdrukken. Met 1, 2, 3, 4 voetjes. Die zijn vast van een kleine groene man. Misschien is hij hier wel met vakantie in Lentestad. Yay! Kom op jongens, volg mij. De kleine groene man ging deze kant op. Het laatste vloerdeel zit er nu in. Laten we een testrondje gaan maken. Bravo! Dat is briljant! Met deze afstandsbediening kunnen we de snelheid van de draaiende vloer veranderen. En we kunnen zelfs de richting veranderen. Dat is geweldig, Wendy. Jij hebt bij deze je boterham met sardientjes verdiend. Ik hoop dat iedereen trek heeft. Kijk maar eens goed naar deze zalige... kruimels? Iemand heeft al mijn heerlijke boterhammen opgegeten. Geen enkel probleem. Waarom bak je geen omeletje in de keuken? Ik ben bang dat ik verder niet zo'n keukenprins ben. Vertrouw mij maar, mijn beste bouwmaat. Iedereen kan koken. Chef Appel zal het je wel leren.
Kijk, koken is een simpele kunst. Dit is mijn verfkwast. Net zoals dit jouw verfkwast is. Dat is een hamer. Laten we vlammen! Oh, maak je niet druk, Bob. Je kunt geen omelet maken zonder een paar eieren te breken. Oké, Bob. Klaar, schud en draai. Waar is nu de omelet? Deze lift gaat zo opstijgen. 3, 2, 1. De alien zit in de lift. Oh nee. Uw lunch is klaar. Bon appetit. Ziet er heerlijk uit. Hij was lekkerder op mijn helm. Nou, ik geloof niet dat iedereen een keukenprins kan zijn. Gaan we nu sneller? Dat is niet de bedoeling. Titus, ga van die knop af. Terug jij! Titus! De kleine groene man probeert het ruimteschip op te laten stijgen. Misschien wil hij wel naar huis. Hey Titus, heb je misschien zin in een boterham met sardientjes à la Bob? Tenminste één iemand die het lekker vindt. Leo? Chef Appel? Zijn jullie oké? Okay? Oh nee. We hebben nog maar een uur voordat de gasten komen en we moeten de keuken nog afmaken. En ik moet mijn buffet nog afmaken. Burgemeester Bennebroek is de eregast en zij is echt nooit te laat. We kunnen beter gaan bouwen. En ik kan beter gaan koken. Voilà. De kleine groene man is helemaal niet naar huis gegaan. Hij heeft besloten om te blijven. Hij is hier. Ik zal proberen met hem te praten. Wees gegroet, ruimtetoerist van een ver afgelegen planeet. Ik ben je vriend, Muk. Hallo, Muk. Het praat. Leo en Titus. Ze heeft groene verf onder haar pootjes. Dus het was helemaal geen kleine groene man. Maar een kleine blauwe kat. Nu voel ik me een beetje dom. Oh. Je bent uiteindelijk toch best een klein vriendelijk wezen. Wauw. Vind je deze alien entree niet geweldig, meneer Spijker? Kijk, burgemeester. Er is zelfs een spoor van alien voetafdrukken. Leuk verzonnen, hè? Oh, enig. Voilà. Heerlijk, zeg. Dank je, chef Appel.
En dank je, Bob. Je bent echt een keukenprins. Maar blijf wel uit de buurt van omeletten en boterhammen met sardientjes. Ik denk niet dat Ronald wil dat iemand met zijn speelgoed speelt, Leo. Welkom in mijn nieuwe magazijn, Bob. Wat vind je ervan? Wauw! Reusachtig, Ronald. Kun je het werk hier in je eentje doen? Nee, daarom moeten jullie voor mij het robotophaalsysteem installeren. Met alle robotgrijparmen. Wauw! Robotgrijparmen? Wat doen die dan? Die doen al het werk. Ze kunnen hier een cadeau oppakken en het helemaal daarheen brengen. Het cadeau wordt dan hierheen verplaatst. Hier wordt het mooi ingepakt en komt hier via een glijbaan terecht in een bestelwagen die buiten staat. En je wil dat dat ophaalsysteem morgenavond al af is en goed werkt? Ja, om 8 uur al. Anders krijgen mijn klanten hun cadeaus niet op tijd voor kerstmis. Geen probleem, Ronald. Komt voor elkaar. En nu moet ik weg. Ik moet nog door een lange lijst orders heen. Kijk, ik ben een robotgrijparm. Nou, er komt wel wat meer bij kijken dan een beetje gek bewegen. Ik heb er pas nog één gemaakt op school. Was het een robotarm van oude wc-rolletjes en veel glitter? Nee, Scoop. Ik heb een echte gemaakt. Nu Wendy weg is voor haar kerstvakantie, heb ik jouw ervaring hard nodig, Leo. Moet je zien hoe dik dat instructiehandboek is. Dat hoef ik echt niet te zien, Bob. Ik weet alles over robots. Dus, kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee. High five! Bijna het hele systeem is al af, Ronald. Alleen nog een paar robotarmen installeren. Goed werk! We gaan het testen. Goed, stel ik heb een order van iemand in Rivierstad voor een voetbal. Dus, die bal ligt op positie 5. Plank 2. Rij C. Dan moet hij op de transportband. Die brengt hem naar de inpakmachine. En meteen door naar de bestelauto. Schitterend! Dat is heel indrukwekkend, hoor. Te gek! En deze tablet stuurt het. Ervan uitgaande dat alles speelgoed op de juiste plank ligt, gaat alles daarna helemaal vanzelf. Tijd om te lunchen. Sorry jongens, ik heb een afspraak met een lekker broodje kaas. Goed, Scoop, Muk, jullie gaan al die verpakkingen opruimen. Oké, Bob. Lifty, als Leo en ik op onze plek zijn, kun jij dan die robotarm ophijsen? Natuurlijk, Bob. Hey, kijk, Scoop. Ik ben een robotgrijparm. Ja, best goed, Muk. Maar ik ben veel beter. Nee, niet waar. Moet je mij zien. Die zit ook. Nu hoeven we er nog maar één te doen. Ik ga wel even een nieuwe pallet klaarzetten voor Lifty. Dank je, Leo. Oké, Lifty, hou ons niet langer in spanning. Wie van ons tweeën kan het beste een robot imiteren? Geen idee. Wat gebeurt hier? We doen alsof we een robotgrijparm zijn. Zet ze nog eens aan, zodat we kunnen kijken. Mooi niet. Geen tijd. Ik moet Lifty weer gaan beladen. Weet jij wel echt alles over robots? Zeker wel. Ik kan er zelfs heel goed mee omgaan. Ha, laat zien dan. Oké, vooruit dan. 1, 2, 3. Kijk, een makkie. Ik kan deze pop oppakken en neerzetten waar ik maar wil. Wauw, Leo, dat is briljant. Ik heb een grotere sleutel nodig. Hoi, Ronald. Slecht nieuws. Volgens het weerbericht
is er een grote sneeuwstorm op komst. Oh jee, en dus ook veel sneeuw op de weg. Precies, ja. Het gaat mijn bestelwagens meer tijd kosten om alle cadeaus bij de klanten af te leveren. Dus nu moeten jullie al om 7 uur klaar zijn. Dat komt goed, Ronald. We hebben alles ruim op tijd voor elkaar. Dat moet je waarschijnlijk niet doen zonder de handleiding erbij. Ah, het gaat best, Lifty. Ik weet alles over robots. Kijk, ik kan Rudolf laten vliegen. Bob voor Leo, Bob voor Leo. Oh, hoi Bob. Luister, er komt een storm aan. We moeten het ophaalsysteem nu al voor de avond af hebben. Oh, echt waar? Oké. Je moet hierheen komen, snel. Oh, en kun je een sleutel 32 meebrengen? Tuurlijk, Bob. Mooi, dank je, Leo. Kijk, ik ben een robotgrijparm. Ach, wel. Nee, kijk naar mij. Oké, genoeg gespeeld, jongens. We moeten weer aan de slag. Ik zet hem weer uit. Maar je hebt alles op de verkeerde plek gelegd. Alles ligt nu door elkaar. Dat geeft niet. Ik leg ze terug. Oké, deze beer hier gaat terug naar de berenplank. Oh nee, er ligt een skateboard en een puzzel op de berenplank. Waar is de skateboardplank? Tja, geen idee. En waar is de puzzelplank? Wat is, hè? Nee, niets hoor. Ik ben alleen een beetje in de war. Oh nee. Waarom druk je niet een paar keer op de herstelknop? Dat is een goed idee, Scoop. Oh, dat heeft wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Hey, Bob! Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... mij! Oh, nee! Bob, help. Ik ben ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Och, Leo. Mijn robot-ophaalsysteem. Het reageert niet. Oh, nee. Was ik er maar afgebleven. Oh, het spijt me zo. Kun je hem opnieuw programmeren, Ronald? Ja, maar dat gaat enorm lang duren. Oh, nou krijgen we nooit al het speelgoed voor het eind van de dag in de bestelwagens. Oh, ik heb kerst echt verpest. We verzinnen wel iets. Vooruit, robotgrijparm. Aan de slag. Hey, als we nou allemaal doen alsof we een robotgrijparm zijn, dan krijgen we misschien alles in de auto's. Maar dat is een goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en op! Al het speelgoed is toch nog op tijd weg. Het is gelukt, team! Ja! En ik heb het ophaalsysteem ook aan de praat gekregen. Heel erg bedankt, Bob. Maar Ronald, kijk. Hier is nog een cadeau. Oh, nu is er iemand die geen kerstcadeau krijgt. Oh, jawel hoor. Want dit is een vervroegd kerstcadeau van mij bestemd voor Leo. Oh, wauw! Bedankt!
Maak het maar vast open. Ah, oh, oh. Het is de handleiding voor de robots. Ja, ik ken het. En jij wil het vast ook wel lezen. Wat vind je ervan, Leo? Kan ik het ruilen voor het rendier? Goed, jongens. Vandaag gaan we voor Joris een nieuwe wasstraat bouwen. Opgelet, hier komt een was aan. Sorry, Rolly. Waar was ik gebleven? De auto rijdt hierin, de installatie gaat over de auto, de borstels draaien rond om hem schoon te maken en... Doet, doet! Sorry, ik ben nog wat vergeten. Dan komt de schone auto hier naar buiten en rijdt weg. Oh, dat lijkt me heel erg leuk. Mag ik ook een keer door de wasstraat? Dat denk ik niet, Muk. Daar ben je veel te groot voor. Dat klopt, Lifty. Het is alleen voor gewone auto's. Sorry, ik moet achter jullie walsen. Wil je nog meer asfalt, Rolly? Ja, graag, Muk. Oké. Zo, ik ben klaar. Hoera! Nee, nog wat vergeten. Rolly voert zo te zien zijn werk graag heel precies uit, hè? Ja, maar soms doet hij het wel een beetje te precies. Bob, ik dacht dat mijn nieuwe wasstraat nu al wel zou draaien. Sorry, Joris. Rolly is nog bezig. Maar omdat de stroom en de watervoorziening uitstaan, kan ik nu niet eens tanken. Oké, allemaal. Ik ben klaar. Het asfalt is vlak. Yay! Oké. Goed. We lopen achter en die tijd gaan we inhalen. Wendy, Leo en Lifty, eerst moeten we de installatie in elkaar zetten en dan op deze geleiders plaatsen. Oké. Ja, Bob. Leo, jij zorgt dat de wasstraat op het water wordt aangesloten. Begrepen, Bob. Wendy, het bedieningspaneel moet hier komen. Komt voor elkaar. Bob, zal ik het asfalt nog één keertje walsen? Dank je, Rolly, maar nee. We moeten snel verder. Dus kunnen wij het... Oh, wat nou weer? Hoi, Philip. Goedemorgen, Joris. Joris, ben je nog niet open? We lopen een beetje achter, burgemeester. Maar Philip staat gepland om als eerste door de wasstraat te rijden. Zo is het toch, Philip? Ik meen dat ik dat voorrecht mag genieten. Hier, het staat in de agenda. Het duurt niet lang meer. Kunt u terugkomen? Terugkomen? Dan zijn we te laat voor de IMCA-conferentie. En als we te laat zijn voor de IMCA-conferentie, zijn we te laat voor de lunch. En als we te laat zijn voor de lunch, dan komen we te laat. We komen zo terug. Rijden, Philip. Ja, mevrouw. Eindelijk. Tijd voor een automatische wasstraat. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen doet mee. High five, iedereen gaat mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team. Zo, dat is een fraaie wasstraat. Kan de garage weer open? Eerst nog eventjes testen, Joris. De groene driehoek is voor start. De rode knop is voor stop. En met de blauwe kan je het programma instellen. Zodat je de wasstraat weer naar het begin van het programma kunt zetten, zeker. Ja toch, Wendy? Heel goed, Lifty. Dat klopt. Je kunt hem ook een testrondje laten maken. Dus laten we dat eerst maar eens doen. Joris, wil jij hem aanzetten? Het is me een eer, Bob. Wat spannend! Dit is de eerste stap. Dat is geweldig. Dat doet het goed. De borstels draaien netjes om hun assen heen. De installatie beweegt. Wat is dat? Autoshampoo! Een soort zeep voor auto's!
is de laatste stap. Joehoe! Fantastisch! Bedankt, jongens. Nu nog even mijn benzinepompen aanzetten en de zaak kan weer open. Wacht eens, jongens. Ik moet denk ik het asfalt nog meer walsen. Waarom, Rolly? Voor de zekerheid. En misschien ligt er nog wat los asfalt rond de wasstraat. Oh, nee. Dat zou niet best zijn. Dat kan in de installatie komen en dan gaat hij kapot. De wasstraat kapot? Oh, rustig maar. Weet je wat, Rolly? Als Leo nou speciaal voor jou een testronde doet, dan kun je het goed bekijken. En als je dan nog los asfalt ziet liggen, kun je dat alsnog plat walsen. Dank je, Bob. Leo? Begrepen, Bob. Niet te dichtbij, Muk. Oké. Groen is voor start. Nog los asfalt. Waar? Daar! Hele kleine stukjes, bij de afvoer. Ik val ze wel plat. Nee, Rolly. Niet als hij aanstaat. Dat heb ik zo gedaan. Rolly, kom terug. Wow, ik moet achteruit. Rolly, kijk uit. Stop! Oh, oh nee. Naar voren, Rolly. Vooruit. Terug, Rolly! Terug! Oh! Oh, nee! Oh! Oh, nee! Help! Kan iemand iets doen? Oh, nee! Rustig maar, Rolly. We hebben je er zo weer uitgehaald. Oh, nee! Wat is er gebeurd? Het is mijn schuld. Ik luisterde niet. Leo zei dat ik er niet in mocht als hij aanstond, maar ik was zo aan het walsen en ik dacht niet na. Nu heb ik alles verpest. Het spijt me heel erg, jongens. Kunnen we hem nog repareren, Bob? Natuurlijk wel. Maar laten we nou eerst Rolly uit de wasstraat bevrijden. Ik kan naar achter. Langzaam, Rolly. Langzaam. Eens even kijken. De borstels zijn eruit, maar dat horen ze ook te doen. Geen schade aan de installatie, maar er moet wel een nieuw bedieningspaneel komen. Ik denk dat Tony nog wel een reserve heeft. Ik ga wel even kijken. Goed. En we moeten iets aan het water zien te doen. Zet ik wel uit! Ja, dat is ook een manier. Dank je, Rolly. Oké, allemaal. Kunnen wij het maken? Nou, let's go! Ziet er beter uit. Maar werkt die ook? Als de installatie weer is opgestart, dan doet de wasstraat het weer. Hoera! Zo goed als nieuw. Nu moeten we alleen nog je pompen aanzetten, Joris. We hebben veel haast, Joris. We rijden er meteen doorheen. Wat spannend. Wij zijn echt je eerste klanten. Ze zijn vergeten hun ramen dicht te doen. Burgemeester, de ramen. Ja, het zijn elektrische. Oeh. Huh? Oké. Zo hoort het niet te gaan. Oh. Het blauwe knopje. Dan staat hij opnieuw op. Oh. Oh nee. Oh.
Nou, je kan het ook zo bekijken. Philip is nu wel schoon. Brandschoon, dank u wel, meneer. Oh, doe toch eens iets, meneer Spijker. Ja. Bob, zal ik het asfalt nog één keer wassen? Nee!